beschrijving van wat dat is, dat mooie vak van jou, wat dat behelst. Nou, wat is het om geschiedenis te schrijven? Dat weet zij. Is niet veel mensen gegeven, hoor. 1970 doet zij het. Maria Tiemens Itzinga is de eerste vrouw op de Hogere Zeevaartschool hier in Rotterdam. De zee als onveranderlijk mannenbolwerk en daar is zij. Na haar studie stapt ze aan boord van een olietanker waarmee ze de wereld overgaat en waar ze, laten we met het grootste nieuws beginnen, de liefde van haar leven ontmoet. Ja, loveboot op een tanker. Dat kan. Had je ruime keus? Nou ja, kijk, het is natuurlijk geen kwestie van keuze. Er moet ook een gevoel bij zitten. En dat, nou ja, dat kan ik gelijk beginnen met een anekdote. Want het begon met Bonje. Oh. En dat, vaak zo, hij, zit daar, dus dat maakt geen probleem. Maar hij werkt in de machinekamer en ik werkte aan dek. Zoals dat dan heet. En ik was verantwoordelijk voor wat ze toen noemden de entertainment dingen. We hadden alleen nog maar een videorecorder en Wallport films, wat niemand meer kent. Maar dat was ja, grote reels en 1-2 keer per week kregen wij film. Dat was het. Geen internet, niks. En die projector die was, ik noemde het een hongerig type. Hij vrat al die randjes op van die films. Dus die moest de wal op. En toen zei hij van nee. Dus ik zei nou, die moet de wal op. En toen kwam ik dus de electrical engineer tegen meneer Tiemens. En die zei van nee, ik repareer hem wel. Ik zei nou, ik dacht niet, ding gaat de wal op. Nee, ik repareer hem. Nou, ik dacht niet, gaat de wal op. Nou, dat was onze kennismaking. En dat heeft resulteert dat we dit jaar 47 jaar getrouwd zijn. Wow. Dus dat zit gewoon helemaal goed. Ja, ik zie hem daar ook zitten. Ja. Van de machinekamer toen naar de machinekamer van het huwelijk. Want een huwelijk, daar moet aan gewerkt worden, permanent. Ja, moet gesmeerd worden. Ja, toch? Ja. Nou, hoe mooi is het? Want het unicum hè, in 1970, dat een vrouw dit ging doen, wat u uiteindelijk gedaan hebt, besloot te gaan doen. En er stond op het diploma aanvankelijk een hij. Ja, er waren een aantal dingen. Eerst moest ik natuurlijk op school terechtkomen. En dat was geen eenvoudig gesprek. Want vind je dit niet leuker? Vind je dat niet leuker? Vind je zus niet leuker? Vind je ik denk, man, hou op. Ik wil gewoon niet naar school en niet zeuren. En later begreep ik dat wel. Want hij wilde echt weten of ik een blijver was. Want als je na een halfjaartje weer opstapt... De directeur van de school. Zie je wel dat het niet kan en zo. Dus fijn. En op een gegeven moment heb ik tegen die directeur gezegd... Ik zeg, u kunt twee dingen doen. U kunt mij aannemen en u kunt mij niet aannemen. Logisch, hè? Lijkt mij. Ja. En hij zegt, nou, vertel ik ze nou. Als u mij aanneemt, dan beloof ik een voorbeeldig studenten te worden. En als u mij niet aanneemt, dan blijft u de rest van uw leven voor mij betalen. Hij zei, die snap ik niet. Ik zei, nou, dat zal ik uitleggen. Ik zeg, als ik namelijk niet aangenomen word hier op school, dan word ik werkeloos en krijg ik WW. En dat zijn nu belastingcenten, dus maak een keuze. Je moet de politiek in. Briljant. En dat, iedereen zegt, later herinnerde hij mij daaraan. Want ik was toen 15, hè, want ik ben met 16 naar de zeevaartschool. Bent u kapitein geworden of zo? Het zijn cursus onderhandelingen die we ook gratis... Maar die is mij later weer goed van pas gekomen, want ik heb gevaren. Ik heb mijn diploma's gehaald. Ik kreeg een diploma waarop stond inderdaad voor zijn inzet. En dat was mijn lineaaltje doorgehaald, haar erboven gezet. Want ja, je had geen printertje in 1973 toen ik de eerste keer van school ging. En nee, geen uniform, toch? En ik moest in uniform lopen op school. En geen uniform voor vrouwen. Dus toen gingen we naar de heer Cohen, de uniforme man in Rotterdam. En die zei van, ik heb nog een uniform, een jasje hangen waar geen rechten meer op zitten. Dat maken we in donkerblauw. En dan doen we twee ankertjes op. En het petje nog heb ik van de politie. Zit ook geen rechten meer op. Politielogo eraf, maritiem logo erop. En zo moest ik over.